Ten eerste, fijne dagen gehad. Hele goede dagen gehad, ja. Lekker met gezin, familie. Nee, was lekker. Ja, zeker. Met de familie. Was gezellig, dus ik heb het naar mijn zin gehad. De feestdagen zijn voorbij en de selectie is alweer sinds afgelopen zaterdag vol in training. En dat moet ook wel, want er staat een druk programma voor de boeg. Maar liefst 7 wedstrijden in 21 dagen, waarvan de eerste aankomende zondag staat gepland. En nu weer volle spirit aan de bak? Ja, zeker. Ik heb er zin in. Zin in zondag. Dus, ja. Ja, tuurlijk. Ik keek er wel weer naar uit om gewoon weer op het veld te staan. En de wedstrijd komt snel. En dat is altijd wel lekker dat je dan een korte voorbereiding hebt, dat je er zondag gewoon weer kan gaan staan. Ja, er komt inderdaad een hele drukke periode aan. Hoe zien jullie dat tegenaan? Ik vind het alleen maar mooi. Lekker door de week wedstrijden voetballen, veel wedstrijden, ja, daar doe je het voor. Dus vandaar dat ik het gewoon wel prettig vind. En, ja, het zijn inderdaad wel volgens mij 7 en 21 dagen, dus dat zijn er veel, maar ik kijk er wel naar uit. Het is zeker iets nieuws voor iedereen, niet alleen voor ons. Maar ik denk dat we gewoon genoeg spelers hebben om die periode doorheen te komen. Ondanks dat we de winterstop in zijn gegaan op een prima 8e plaats, eindigden we het jaar toch in mineur. Want vooral de laatste 2 wedstrijden wist de ploeg geen potten meer te breken en werden er dus geen punten meer behaald. Hoe leeft dat nu in de groep? Zijn jullie daar nu nog mee bezig? Nee, eigenlijk niet. Tuurlijk weten we dat de laatste periode dat we te weinig punten gehaald hebben. Alleen wat je net zegt, er komt een hele mooie januari maand aan. En ik ben ervan overtuigd dat wij daar gewoon weer ons van onze beste kant kunnen laten zien en heel veel punten kunnen gaan halen. En die eerste mogelijkheid is aankomende zondag als we spelen tegen Fortuna Sittard. De ploeg uit Limburg staat op de 13e plaats in de Eredivisie en zij kennen juist een goede periode aan het einde van de eerste seizoenshelft. Wat weet je van hun? Dat het wel een ploeg is die goed kan voetballen. En dat ze dat ook graag willen. Dat ze ook aardige spelers voorin hebben. Dus dat wordt wel een lastige wedstrijd, ja. Nee, het is een lastige ploeg. We hebben daar wel vrij eenvoudig gewonnen, maar hadden we het ook wel vrij lastig met vlagen. En we hebben gewoon een goede ploeg, maar ik denk, wat ik al vaak zeg, als wij gewoon op de mat leggen wat we op de mat moeten leggen, dan moeten wij gewoon de 3 punten in het Abelenska Stadion houden. Veel beweging hebben ze en zeker goede aanval. En gewoon het positiespel dat ze willen spelen. Ik denk dat we daar gewoon heel scherp in moeten zijn en gewoon een goede organisatie moeten hebben. De heenwedstrijd in Sittard was een mooie voor de Friesen. Toen werd er overtuigend gewonnen. Wat weet jij nog van die wedstrijd? Ik weet dat we heel snel op 3-0 voorkwamen. Veerman aan de bal. In die positie daar wil je hem hebben als Heerenveen zijnde. Dan laat hij dat ook gelijk weer zien. Even je balletje buitenkant voet van Bergen lanceren. Van Bergen terugtrekken. Veerman klaarleggen. Baptiste Meijer 1-0. Prima doelpunt van Heerenveen. Joey Veerman vanaf 11 meter om Heerenveen op 2-0 te schieten en dat doet hij uiterst kalm. Dit is goed gedaan, zegt Veerman, wat een fantastisch doelpunt. Heerenveen veegt Fortuna Sittard van de mat. Ja, dat wij gelukkig waren dat de kans van ons gewoon gelijk ingingen. En van daaruit hebben wij wel zakelijk die wedstrijd uitgespeeld. Alleen wat ik net zeg, Fortuna heeft wel gewoon een goede ploeg. In totaal hebben we maar 10 keer eerder in de Eredivisie thuis tegen Fortuna gespeeld. 6 keer werd er gewonnen, 3 keer gelijk en 1 keer werd er verloren. Maar dat wel dateert alweer van bijna 30 jaar geleden. De statistieken zijn dus in het voordeel van Heerenveen. Fortuna is beter in vorm. Zij wisten 3 van hun laatste 5 duels te winnen. Ook komen we komende zondag een bekende tegen. Na een kort avontuur in Turkije speelt middenvelder Ben Rienstra nu voor de ploeg uit Sittard. Liefst 16 jaar lang speelde Fortuna deze eeuw een divisie lager. En ook in het jaar dat de Limburgers degradeerden, wisten ze geen punten mee terug te nemen uit Friesland. Edman. En het is 1-0. Korte aanloop, maar wel een uitstekend ingeschoten penalty. Aalbeek, dit ziet er prima uit. Hagelsson, prachtige beweging. Hagelsson, wat een mooi doelpunt. De opluchting is groot. Bal in 1 keer richting Aalbeek. Dan zou het opeens snel kunnen gaan. Nog een keer van afstand. Hagelsson. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Binnen een minuut scoort hij 2 keer. En is deze wedstrijd in 1 klap afgelopen.